Gegroet internet, dit is Mr. Conquist hier en welkom bij een gloednieuwe Let's Play serie hier op dit kanaal van Pokémon Ruby. Ik wil dit spel al zo ongelooflijk lang spelen en hier zijn we dan eindelijk. Ja, de reden waarom ik dit trouwens nog nooit eerder gespeeld heb, maar ik wil hem wel graag spelen, is omdat ik kan er gewoon niet bij. Ik heb wel eens vaker een serie als dit gestart. En dan kon ik hem gewoon niet afmaken om verschillende redenen. Dus ja, ik zat er gewoon echt heel lang over te twijfelen of ik wel zeker wist of dat ik deze serie wilde gaan voortzetten. Maar goed, ik heb er uiteindelijk maar gewoon even de moed bij elkaar geschraapt. En ik heb uiteindelijk maar gewoon gezegd van, ja, ik ga deze game vandaag met jullie spelen. Welkom bij Pokémon Ruby voor de Game Boy Advance, dames en heren. Ik heb er ontzettend veel zin in, want dit is echt een van mijn favoriete Pokémon games. Laten we gewoon aan de slag gaan met deze fantastische game. Hallo Professor Birch, hoe is het ermee, ouwe vriend van mij? Welkom bij de wereld van Blablabla. Ik ga eventjes de dialoog even snel doorspoelen, want anders dan zijn we veel te lang bezig met die hele intro. Even een naam invullen. Laten we gewoon lekker gaan voor Astral. Lijkt mij wel even een leuk idee. S-T-R-A-L. Past precies. Dank u wel. Hartstikke mooi. Oké, ja. En we stappen in de wereld van Pokémon. Eerste kritiekpunt op de game. Ja, we gaan gewoon gelijk beginnen met kritiekpunten. Waarom beginnen we in een fucking vrachtwagen? Of in een verhuiswagen? Of in wat voor een wagen dan ook? Dat is fucking gevaarlijk. Maar goed, we springen even de dialoog in. Ik spoel het allemaal even snel door, want anders dan zijn we veel te lang bezig met alleen de fucking intro. Het eerste wat we wel even willen gaan doen is even de PC ingaan. We pakken de potion mee. And that is pretty much it. De hele video zal, als het goed is, gerenderd moeten zijn in 60 frames per seconde. Ik stop gewoon even de klok, kom er in random tijd. Dit is prima. En ja, ik skip even heel snel alle dialogue door, want ja, anders dan zijn we gewoon veel te lang bezig. De home regio map. Welkom in de home regio, dames en heren. Dit wordt een enorm feest. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik ben er zo erg hyped voor. Dat is echt niet normaal. Maar goed. Voor de mensen die Pokémon niet kennen. Ja, je komt er wel achter in deze serie. Ha! Goeie man, oké. We gaan gewoon eens wel even kijken wat we allemaal kunnen vinden hier. Het eerste wat we vinden is een oud dametje. Hier vinden we mee. Nou, echt waar. De dialogue in deze game. Ik spoel het allemaal even snel door. Want anders dan zijn we veel te lang bezig met alleen de dialogue. En dat is niet wat we willen zien in deze serie. Iemand is daar in moeilijkheden. Het is Professor Birch. Fun fact, by the way. Er zullen hier waarschijnlijk een hele hoop fun facts in voorkomen over zowel deze game als de anime-serie. Precies dit plotstuk gebruiken ze uiteindelijk in de anime-serie in Pokémon Advanced. En ja, als we dat toch hebben over de Pokémon Advanced anime, dat is mijn favoriete generatie wat betreft de Pokémon anime. Ik vind hem serieus fantastisch. Ik heb trouwens voor Trico gekozen omdat Trico is fucking awesome. Meer valt er niet over te zeggen. Trico is gewoon awesome. Klaar, punt uit. Dus met die Pokémon gaan we spelen deze game. Ja, het is goed zo. Nee, ik wil hem geen nickname geven. Ik ben blij met de naam die hij heeft. Trico is helemaal goed. Oké. Het eerste wat we dus moeten gaan doen nu is onderweg gaan naar May. Of tenminste, ik weet niet of dat we al wat hebben hier. Ik weet niet of dat we überhaupt iets moeten krijgen van onze moeder. Je zou haast denken van wel. Want volgens mij krijgen we namelijk, als het goed is. Oh nee, toch niet. Een Pokégear wou ik zeggen. Ik dacht wel even dat we een Pokégear zouden krijgen. Oh nee, die krijgen we niet hier momenteel. Die krijgen we later pas. Shit, sorry. Ja, dit zul je waarschijnlijk heel vaak tegenkomen. Dat we in een Pokémon battle terechtkomen met een Zigzagoon. Want ik zweer dat je die Zigzagoons, jongen, die zijn echt overal. Ja, kijk, daar heb je er nog een Zigzagoon. Zo, gewoon Zigzagoon is like
the Rattata of Pokémon Ruby. It's a piece of shit. Oh, kom op. Oh, kijk, daar heb je Wurmple. Dat is weer wat minder. We kunnen zijn levenskracht absorberen. Bam! Doet alleen niet echt heel veel damage. Dat is best wel shitty. Daar ben ik niet zo blij mee. Shit, nee, ik wil niet dat mijn Trico nu al doodgaat. Ik ben net begonnen met mijn Pokémon reis. Ik moet denk ik maar eens wel even ervoor zorgen dat mijn Trico geheeld wordt. Gelukkig heb ik een potion op zak. Dus dat is hartstikke mooi. Dit was nog in de tijd dat ze nog geen hele mooie animaties daarvoor hadden. Vind ik best wel jammer eigenlijk. We zijn in Oldale Town. We gaan even het Pokémon Center in en we laten even onze Pokémon healen. Want dat is natuurlijk best wel belangrijk, dat onze Pokémons geheeld blijven. Ik zei Pokémons, dat is niet hoe je het zegt, het is Pokémon. Shit. Ik doe precies wat elk ander persoon doet, die blijkbaar geen verstand heeft van Pokémon. Want iedereen zegt steeds Pokémons. Het is Pokémon, guys. Please. That wasn't an insult, though. Don't get me wrong. Oh, mijn god. Ja, even een hele hoop dialogue. En onze eerste daadwerkelijke Pokémon battle. Awesome. Een Trico tegen Torchic. Seems fair. Torchic is level 5. Mijn Trico is level 6. Dus dit zou geen probleem moeten zijn, zou je zeggen. Maar ja, uiteindelijk kom je er snel achter. Een critical hit doet best veel damage. Dat is niet echt bepaald fijn. Dat is echt niet fijn. En Torchic is nu. Nice. Het valt me trouwens wel op dat Torchic in deze game 1 poot heeft. Terwijl normaal gesproken heeft Torchic juist 2 in de Pokémon anime, voor zover ik weet. Ja, dat is goed. Ik skip het allemaal even door. Volgens mij moeten we teruggaan naar het Pokémon lab. Let's hurry home. Ja, waar denk je dat ik mee bezig was, joh? Oké, we gaan even naar het lab van professor Birch. Ja, de lopen automatisch naar boven. Nice. Oké. Ik skip even alles wat we hier allemaal verteld wordt. Volgens mij krijgen we hier ook onze Pokédex. Ja, we hebben een Pokédex gekregen. Daarin staat gelijk echt alles wat je moet weten over de Pokémon die je gevangen hebt. Wat best wel handig is uiteindelijk. Tenminste, je zou denken, dat is best wel handig. Trico is dus een grassoort Pokémon. De Root Gecko Pokémon. Trico has small hooks on the bottom of its feet that enable it to scale vertical walls. Dat is best wel vet. We gaan nu even kijken. Area unknown. Cry. Dat is wel geinig. En size. Ja, dat is best wel logical. We gaan even door naar onze moeder. Hebben wij een Pokégear? Nee, natuurlijk niet. Oh, kijk, onze moeder komt al naar ons toe en die geeft ons als het goed is nu de Pokégear. Nee, die geeft ons wel de renschoenen. Waarom krijg ik geen Pokégear? Nou ja, weet je, Matt, maakt niet uit. We hebben wel al deze, de trainer card. Daar staat ook gelijk in welke badges we allemaal hebben en hoe lang we al bezig zijn. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. We zijn inmiddels alweer 18 minuten bezig en we zijn nog maar net begonnen in deze hele game. En we beginnen al gelijk met deze fantastische boss fight. Nou ja, boss fight. Een Wurmple fight. Laten we daarop houden. We moeten onze trigger. Oh god, ik ben helemaal vergeten om een Pokémon te healen. Shit. Dat was niet echt handig. Snel naar het Oldale Town Pokémon Lab, denk ik maar. Volgens mij moeten we even met deze man gaan praten. Nee, dat heeft voor de rest helemaal geen zin. Want zo'n persoon die helpt je meestal wel verder op weg met je Pokémon-reis. Normaal gesproken, hè. Ik weet niet of dat het altijd zo is in elke Pokémon-game. Ik heb niet genoeg Pokémon-games in mijn leven gespeeld om dat allemaal precies te weten. Route 102, even kijken. Had ik trouwens Pokéballs? Ja, ik heb 5 Pokéballs. Awesome. Dan gaan we die zometeen eens wel even gebruiken. Sterker nog, laten we die nu eens even gebruiken. Want we willen natuurlijk meer Pokémon hebben. Wat? Nu al een Surskit? Oké. Sure game. Prima. Dan gaan we deze eventjes zijn kracht absorberen. Als het goed is,
Ah, shit. Ik dacht heel even dat het een critical zou zijn. Omdat het een watersoort is, volgens mij. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Ja, wat? Wat denk je wel niet te doen, jongen? Die fucking Surskit. Ik weet niet wat zijn gedachtegang was erbij, maar... was in ieder geval niet heel handig. Ja, bubbels gebruiken op een Trico heeft geen zin. Want ik bedoel, het is een fucking grassoort Pokémon. En je denkt echt dat het zin heeft om dan bubbels naar hem toe te gooien. Nee, dat heeft niet echt heel veel zin. Ik heb hem gevangen trouwens. Awesome. Ik hou trouwens van dat muziekje wat je hoort als je een Pokémon gevangen hebt. Ik weet niet of dat het geluid goed staat. De Pound Skater Pokémon. Of de Pond Skater Pokémon, sorry. From the tips of its feet, Surskit secrets an oil... ik ga het niet eens proberen te... hoe heet het? ik kom gewoon niet uit mijn woorden hier, hoor. Ik ga het niet eens proberen te vertalen. Want dat gaat gewoon totaal niet werken. Ik merk het nou al. Deze twee Pokémon die ga ik trouwens wel even switchen. Want ik wil die Surskit zoveel mogelijk gaan trainen. Dat ga ik wel offscreen doen. Als ik even in mijn vrije tijd dit spel aan het spelen ben. En geloof me, dat zou ik nogal veel gaan doen. Dus het zou waarschijnlijk mogelijk kunnen zijn dat de eerste volgende keer dat ik een Pokémon episode maak. Dat mijn Pokémon echt volledig level zijn en zo. Dus ja, even kijken hoe lang ik nu al bezig ben. Volgens de game ben ik al 22 minuten bezig. Maar ik ben eigenlijk nog minder dan een kwartier bezig met deze hele game. Maar goed, in ieder geval, ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze aflevering van Pokémon Ruby. Als je ervan hebt genoten, doe dan zeker even dat duimpje omhoog. En als je voor veel meer verschillende gaming video's en sizzle de wissel wilt zien, dan raad ik je aan te abonneren op mijn YouTube kanaal hier beneden. En dan zie ik je heel graag terugkeren bij de volgende Pokémon Ruby aflevering. Later!